Goedemorgen. Hi. Hallo. Miriam. Ik ben Erwin. Hi Erwin. We gaan een stukje rijden in de Panamera. Panamera. Ja? Hybride. Hybride. We gaan hem aandoen. Eerste keer hybride voor mij. De RS in de maand van stoelverwarming. Ja, lekker. Hou ik van. Het lijkt wel bijna een cockpit. Ja, het is een klein beetje straaljager. Ja. Maar we gaan heel rustig rijden. Oh, dit is apart zeg. Porsche verwacht ik toch altijd heel veel lawaai. Wat ik zelf kan, heel fijn vind. Het kan. Het is en. En dat is in het leven niet vaak, hè? Vaak is het of. Je moet kiezen. Maar dit is en. Wij zelf thuis hebben ook zonnepanelen. Ja? 26 stuks. Wauw. En dat is genoeg om huishouden en de auto op te draaien. Wat geweldig. Dus, wat leuk. Ja, natuurlijk. Want ja, thuis heb je ook een stekker. Ja, thuis ook een stekker. En moest dat speciaal aangelegd worden? Die zonnepanelen. Nee, de stekker? Dit is toch nee, een hoor, ander het is soort... Een het is gewoon een stekker. Ja? Ja. Nou, je ziet, moet goed opletten voor fietsers en andere mensen die ons niet horen. Nee. Ik heb vorig jaar in de kettingbotsing gezeten. En toen was ik heel erg blij dat ik Porsche reed. Ja. De auto is enorm sterk. Ja. Er zitten enorme banden onder, enorm grote remmen. Het lukte mij om nog 20 centimeter te stoppen voor de voorganger. Ja. De mevrouw achter mij lukte dat niet. Dus die zat bij ons achterop. Ja. We waren natuurlijk heel erg geschrokken. Tuurlijk. Achteraf konden wij gewoon doorrijden. Moest alleen de bumper vervangen worden. Terwijl die mevrouw achter, die auto was 20 centimeter korter. Oh. En die moest de auto laten afslepen. En dan ben je wel blij dat je in een hele stevige auto rijdt. Ja, precies. Toen ik mijn eerste Porsche reed, had ik dat ook wel een beetje. Dat ik denk van nou, het zit een beetje aan de achterkant zo. Je weet toch nooit... Wat mensen er dan vinden. Zeker zakelijk. Ook zakelijk. Ja. En dat doe ik nu al lang niet meer. Nee. Het is, ik moet zeggen, het valt enorm mee. Of ik heb eigenlijk bijna nog nooit een nare reactie gehad. Ik heb wel heel veel mensen die er even in willen zitten. Dat geloof ik, ja. Ja. Maar een jongetje komt uit het restaurant naar buiten lopen. En die zegt tegen mij, ik zie verder niemand anders zeggen, mogen wij even in de auto zitten? Ach, gewoon. Maar ik zie helemaal niemand verder omheen. Geen ouder, niet? Ik denk, nou, een beetje raar, een kind alleen. Ja. Ik zeg, wil je dat? Ja, dat wilde hij heel erg graag. Ik zeg, nou, dat is goed, dus ik hou de deur voor hem open. Rent hij weer naar binnen. Oh, mijn god. Je raadt het al, komt met zijn vader naar buiten. Ja, papa erin. Ja, mijn zoon zag u staan en of hij even in de auto mocht zitten. Ik zeg, wil u misschien zelf even in de auto zetten? Ja, dat was eigenlijk wel de bedoeling. Oh, dus, Je maakt wel aparte dingen mee. Nou ja, het is voor een heleboel natuurlijk een droom. En is dit hem nou? Dat je zegt van oké, dit is de Porsche dit die is, voor mij is dit de perfecte auto. Ja. Qua bijtelling, half elektrisch, maar ook benzine. Ja. 416 pk, 0 tot 100 in snel. Niks. En... het leuke van deze auto is dat je ook heel goed met z'n vieren ergens heen kan. Ja, ja, want dat is natuurlijk bij Porsche vaak lastiger. Zo, vanavond gaan we naar het nieuwe De La Mar Theater. Leuk. En dan gaan we met z'n vieren. En dan kan je toch leuk met één auto. En je kan ruim zitten. Ja, leuk. Dat vind ik wel een voordeel van Panamera ten opzichte van 911. Ja. Dat je echt met vier volwassenen en ook achterin nog vier saunatassen, noem maar. Ja. Kan je gewoon lekker op pad. Maar goed, er zijn niet veel mensen die natuurlijk zomaar deze kwaliteit kunnen aanschaffen. Nou ja, wat ik net al zei. Als je 20 jaar niet rookt en niet drinkt, kan je best proberen om zo'n auto aan te schaffen. Ja, precies. Misschien niet nieuw, maar dan tweedehands. Ja. Het is echt niet onmogelijk. De wegenbelasting is helemaal niet veel hoger dan een gewone auto. Brandstofverbruik is, deze is... Ik durf het niet te zeggen, zo laag. Ja, zeg maar nog een keer. Ja, 1 op 40. Ja, ik vind het briljant. Nu. Ja, 1 op 40 over de laatste 6000 kilometer. Dus ja. niet een klein stukje of zo. Nee. En niet alles is duur aan een Porsche. De verzekering is niet duur. Nee? Als je verzekert bij Porsche Amsterdam, dan via hun verzekeringmaatschappij. Het is een collectieve verzekering. Is de goedkoopste verzekering die je kon vinden. En bovendien is je auto de eerste 3 jaar...
bij verlies, diefstal of total los, krijg je gewoon weer eenzelfde auto. Hm. En toch nog veel goedkoper dan alle andere verzekeringen. Dus dat valt allemaal best wel... Ja, dat is eigenlijk wel goed geregeld. Dus je moet alleen even sparen voor de aanschaf. Ga je ook op vakantie met je auto? Nee. Nee? Nee. Waar ik heen wil is het zonnig en warm. Hm. En dat is iets te ver graag naar Turkije. Ja. 3.500 kilometer. Ja, dat is wel een pittig stukje. En dat duurt gewoon 2 dagen. En met het vliegtuig ben je er in 3.5 uur. Ja. Dus... En huur je dan een auto als je op vakantie bent? Ja. Ja. En is dat dan een beetje gelijk aan wat je zelf rijdt? Nee, want die auto's hebben we in Turkije heel weinig. Dus het is meestal een zilvergrijze Fiat Albea. Ik weet niet of dat merk in Nederland ook voorkomt. Maar... Je zegt net, we wonen in Turkije? Wij hebben een vakantiewoning in Turkije. Ah. Ik kan zeggen, je komt niet heel Turks over. Nee, ja, als ik er ben, kan ik wel 50 woorden zeggen. Ik kan brood, melk en water bestellen. Ah. En alles krijgen in het restaurant wat ik wil. Maar echt Turks is een hele moeilijke taal. Echt. Ja. Dus dat is... Daar wen je niet gauw aan. Maar dat is ook niet nodig. Want, nee. Er wordt veel Engels gesproken. Ja, precies. En ben je er vaak? 5-6 keer per jaar. Het is het enige moment dat ik ertoe kom, zeg maar, om bijvoorbeeld een boek te lezen. Dat kan je thuis op de bank ook, maar je doet het maar nooit. Maar je doet het nooit, nee. Want ik heb het gevoel dat je heel hard werkt. Ja. En, dus ik ben wel blij om te horen dat je ook genoeg geniet. Ja. Ja, werk is echt een van mijn hobby's. Mooi. Net als met alle hobby's. Hobby's zijn leuk, maar ja, je moet het niet te fanatiek doen en vooral niet te lang. Dus vakantie is puur om te ontspannen voor jou? Ja. Ja. Heb je nog andere passies? Racen. Dat is maar alles behalve hybride. Niet om te winnen, maar gewoon om te kijken hoe je op de grens door een bocht door kan. Ja, precies. Zeg maar. Dus eigenlijk om je eigen techniek te verbeteren. Ja, techniek meer zeg. Ja. Ja. Nou gaat het beginnen hoor. Hij staat op sport. Motor aan. Ah, kijk. Even brullen. Ja. Dus het kan wel. Ja, zeker. Nou, dit is toch eigenlijk waarom ik zo gek ben op Porsche hoor. Maar als je dus race, of tenminste dat je behendigheid beoefent, zeg maar, dat doe je op een circuit, neem ik aan, of ja. niet? Ja. En is dat dan ook in een Porsche, of in je eigen Porsche? De laatste keer zijn we bij Palmersport in Engeland geweest. Ja. En daar hebben ze zowel Le Mans auto's als Formule 3000. Wauw. Ook BMW M5 met 555 pk. Maar ook die kleinere auto's, zoals de Ariel Atom en die Lotus 7, die donkervoort. Ja, ja. En dan de hele dag word je met een bus, het is op zo'n oude luchthaven, net als... Top Gear. Dat is Top Gear, ja. Ja. En dan word je met een bus echt van de ene naar de andere stuk gebracht en dan krijg je instructie en hoe je het beste kan rijden. Leuk. Ja, ik vind Porsche Amsterdam vind ik altijd een beetje, net zo'n beetje als mijn favoriete restaurant. Oh, dat is heel mooi. Ja? Ja. Ja, als ik mijn favoriete restaurant, als ik reserveer, weten ze wie ik ben. Ja. Dat weten ze bij Porsche ook. Als ik, dan weten ze ook met wat ik ongeveer wil eten, waar ik wil zitten, wat mijn eerste drankje is. Ik hoef niet alles 5 keer uit te leggen. Nee. En je zit er gewoon voor je gemak en voor gezelligheid. En dat vind ik bij... Ik ben ook bij andere Porsche dealers geweest, maar voor Porsche Amsterdam is dat voor mij wel de dichtstbijzijnde, maar ook de beste. Oké, dus het persoonlijke... Omdat daar het persoonlijke contact, je hoeft niet steeds alles uit te leggen. Ze weten wie je bent, wat voor auto je rijdt en wat je ermee doet ook. Daarom heb ik voor deze vestiging gekozen. Ja. Poets jij hem zelf eigenlijk, je auto? Of laat je hem... Nee, ik kan hem altijd op Porsche brengen, maar soms als ik met klanten weg moet of wat anders, dan gaat hij gewoon door de wasstraat heen. Ik geloof niet zo in dat poetsen met de hand. Nee. Dat is, ik krijg alleen maar kras ervan. Ja, oké, maar er moet wel veel... Je hebt wel eens mensen die heel graag je auto willen wassen. Ik zeg, nou, het is leuker. Ga er dan gewoon even in zitten en rij een stukje mee. Ik zeg, dat wassen, dat doen we dan een andere keer wel. Ja. Ik vond het heel erg leuk. Ik ben erg onder de indruk en gecharmeerd van deze Panamera hybride. Ja, zet dat er maar in. Ja, nee, dat ben ik echt. Erwin, dankjewel.
Nou, ik vond het heel erg leuk. Het ging heel erg snel eigenlijk. Nou, ik denk dat we wel een kopje koffie hebben verdiend, of niet? Laten we dat gaan wel, doen. Wel, hè?